vindt u het straatbeeld geworden? Heel mooi. Absoluut, ja, verbetering, ja. Ja, het is schitterend mooi. Ik vind het goed en was nodig, deze gebouw. En, We zijn heel blij dat het gewoon is afgelopen. Nu is het helemaal open. Zou ik willen vragen of onze wethouder nog wel levens alvast naar boven wilt komen. Want hij zal straks voor deze feestelijke opening gaan zorgen van onze Rijksweg Noord. Zittert heeft een nu kloppend hart erbij gekregen. Een kloppend hart van educatief, commercieel en een cultureel hart. Dat wil zeggen dat we gewoon inspelen op samenwerking en elkaars activiteiten gewoon vergroten in dit gebied, onze Rijksweg Noord. Het is geweldig om hier te mogen staan en te kunnen kijken wie druk deze viering is, wie druk deze activiteit bezocht wordt. Want ja, het begoos als een idee van wie pakken we het aan. We gaan de ondernummers, de bewoners die in een tijd lang overlast hebben gehad, ja, die willen we erbij gewoon betrekken. En toch werd het beetje meer. En maar goed ook, want het is niet een feestje voor alleen de lui die in enge zin hier met vandoor hebben. Maar zus, het hart, wie er al terecht werd gezegd, gooi de loeken op. Laat de lui komen kijken op datgene waar we met z'n allen greutje op mogen zien. Wat heb je zelf ervaren met de verbouwingen? Nou, wat eigenlijk het allerbelangrijkste is, dat we uiteindelijk samen met de ondernummers, samen met de bewoners, samen met het centrummanagement, het besluit hebben genomen om de doorlooptijd van het project te verkorten door de Jelle Rijksweg Troe te nummen. En dan een groot werkterrein te hebben waar ze letterlijk en figuurlijk snel meters kunnen maken. Want als ze het in twee helften gaan opdelen, ja, met het weer, met de wedstrijd was in de boeien, maar allemaal tegenkomt, met een veel langere doorlooptijd. Dat is denk ik het allerbelangrijkste wat de afgelopen maanden is gebeurd aan besluitvorming. En het resultaat, ja, dat zit hier achter rug, dat mocht er zijn. En we zijn eigenlijk ruim binnen de gestelde termijn wat dat betreft verder gekomen met het project. Het is afgesloten geweest, er komen natuurlijk ook heel veel dingen bij kijken. Heb je ook last gehad van jullie die hier wonen, die kwamen klagen? Nou goed, waar gewerkt wordt, daar is overlast. Waar gewerkt wordt, werden ook dingen gedaan waarvan de omgeving zei van ja, weer houden het geer anders gehad. En er is continu op basis van fatsoenlijk met één communiceren, met elkaar aan tafel te gaan, hebben we geprobeerd over en weer begrip te krijgen en dingen die we koosten aanpassen, om die ook aan te passen. En sommige dingen, ja, de ontkomsten niet aan. Als het riool aan het vervangen best, ja, dan likt de wegen op. Dat kent er echt niet meer zin. Zo simpel is het ook weer. Maar eigenlijk mag ik zeggen dat het op een enkel ding nou eigenlijk heel goed is gelopen. Hoop je ook dat het Zittert gaat meer aantrekkelijk wordt voor de lui om te komen? Nou, ik denk dat Zittert qua historisch centrum al jarenlang als zodanig aantrekkelijk is. Alleen moet er meer bekendheid aan werden gegeven. Daar heb ze mooi het historische hart van het centrum van Zittert. Hier heb ze eigenlijk het nieuwe gedeelte, waar ook eigenlijk de toekomst naartoe komt. De toekomst in de zin van de studenten. En als hier dadelijk een 4.000 studenten naartoe komen, die hier zijn en die hier ook gewoon verblijven, ja, dan wordt deze omgeving vanzelf een stuk drukker. En door wat drukte is, komen andere lui ook kijken. En dan denk ik dat het wel een enorme impuls kan hebben voor de gemeente Zittert-Gelein in het algemeen. En hier het centrum van Zittert in het bijzonder.